Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan natuurlijk de achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad en het doen met hulp van de beeldjes. Let's go! Het allereerste mailtje komt van Just Lucky en hij zegt: hoi Vincent, hier een paar achtbanen voor jou die ik heb opgestuurd, maar die volgens mij over het hoofd zijn gezien. De eerste baan is de Vanguins, een Mac Multi-Launch Coaster. De tweede achtbaan is Courage, een Intamin Multi-Launch Coaster. En de derde is Extreme, een Mac Extreme Spinner. Veel plezier ermee en houdoe. Groetjes van Coaster Graphs, oftewel Luke. Nou ja, weet je wat een beetje het probleem is? Ik zal het kort uitleggen. Er is een klein dingetje. Een paar mensen versturen hun achtbaan naar mijn oude e-mailadres. De andere mensen sturen hem naar mijn nieuwe. Dus je krijgt een beetje twee kampen van, joh, die mailtjes moeten we nog doen. Maar mijn andere e-mailadres, daar komen ze ook binnen. Dus goed, ja, dat moet ik een beetje een balans zien te vinden. Er zijn ook mensen die zeg maar naar beide e-mailadressen sturen. En dat wordt een beetje verwarrend. Stuur hem gewoon naar één e-mailadres en dan komt het helemaal dik in orde. Ja, en nu twijfel ik ook of ik deze achtbaan wel eens heb gedaan. Omdat, ja, wat ik al zei, sommige mensen sturen het dubbel en dan weet ik niet of ik hem heb gedaan. Het komt me een klein beetje bekend voor. Maar het staat op een eiland en dat komt me niet bekend voor. Laten we genieten van Vanguins. Ik ga eens even zoeken naar de wachtrij en die is hier zo onder de baan. Zo'n beetje slalommen natuurlijk. Oh, ik heb er helemaal geen zin in, maar we moeten. Ik heb helaas geen fastpass. En dan zien we ook de achtbaan vertrekken met een dikke lounge hier. Oh, ja, dit wordt volgens mij wel stiekem een klein beetje een snelheidsduiveltje. Althans, hij gaat er tegenaan tikken. Dus de snelheid zal misschien wel een 95 worden. We gokken 95. Handjes in de lucht, want daar is hij dan. Vanguins. Oh, dit wordt mooi. Halen wij de 95? Waarom zit ik met mijn hand omhoog? Voor het realisme, denk ik. Daar gaat hij. Kijk eens. 84 km per uur. Mooie snelheid, maar ook een dikke daling. Nou ja, dikke daling. Het valt op zich wel mee. Maar we halen toch wel een 90 km per uur. Zat ik er 5 km naast. Zie je, als ik te enthousiast word, dan wil ik nog wel te hard gokken. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling als we een beetje in de buurt willen zitten van het juiste aantal. Nou, dit is heel mooi. Over het strandje heen. Wat rotsen ook aan de zijkant. En we krijgen gewoon nog een tweede lasser. Oké, serieus. Halen we de 96 met die tweede lancering. Dit is cool. En wat een heerlijk geluid maakt deze achtbaan. Ja, dit is zeker wel een snelheidsduiveltje. En ook gewoon leuk dat hij in die heuvel die lancering heeft. Nou, mocht ik deze al een keer hebben gedaan, dan boeit me eigenlijk helemaal niks. Want deze was gewoon ontzettend leuk om dan nog een keer te doen. Maar ik kan me niet heel goed herinneren. Dus als het goed is, is deze nog niet voorbijgekomen in mijn serie. Nou, dit was Vanguins. We gaan door met zijn andere achtbaan. Hij heeft er verder geen statistieken bij, dat is jammer. Dus volgende keer, Luc, als je nog een achtbaan opstuurt, vergeet zeker niet om je mail wat uitgebreider te maken met ook wat statistieken over deze baan. We weten in ieder geval dat de maximale snelheid 96 km per uur was. Dankjewel voor je inzending en op naar zijn tweede project. Wacht even. Ja, ik zie het al. Ik zie het al. Dit is die Extreme Spinner. Die hebben wij al gedaan. Betekent het dan toch dat we die eerste achtbaan... Oké, lieve mensen, dit krijgen jullie bonus van mij. De aflevering is al misschien een paar minuten bezig, maar jullie krijgen die achtbaan bonus, oké? Laten we achtbanen doen die we nog niet hebben gedaan. Excuus, dat bedoel ik met de mailtjes door elkaar heen. Ach, niet handig, maar goed. Stuur ze naar management@davinstel.nl. Vaste e-mailadres voor No Limits. We gaan de ruimte in met een vriend die deze achtbaan heeft gemaakt. Thorsten Stoop Mission Space. Ik ben benieuwd, want hij heeft mij verteld persoonlijk dat dit zijn grootste en mooiste project is die hij ooit heeft gebouwd in No Limits 2. Met 380 MB aan data aan grootte van dit bestand kan je deze ook vinden via de Steam Workshop. Laten we nu echt beginnen met de aflevering en knallen met Mission Space. Want daar zijn we dan. Maar voordat we verder gaan, natuurlijk wel even de e-mail erbij. Hallo Vincent, daar ben ik weer. Na even geen inspiratie te hebben gehad en dan nog ook de vakanties en zo, ben ik weer aan het werk gegaan en heb ik de lat wat hoger gelegd. Na ongeveer 100 uur in het project te hebben gestoken, kan ik vrijwel met zekerheid zeggen dat ik een gouden planeet heb verdiend. Hint, hint. Het gaat dit keer om een Vekoma motorbike. Hier zijn nog wat statistieken. De lengte is 800 lichtjaar.
Maximale hoogte 33,2 lichtjaar hier vandaan. En de minimale hoogte is 2,6 lichtjaar hier vandaan. En de maximale snelheid, oeps, vergeten om op te zoeken. Ik snap hem, ik snap de hint. Veel plezier met het bestrijden van de baan Mission Space. Groetjes van Thorsten Stoop. Nou, ik ben benieuwd, Thorsten, wat jij ervan hebt gemaakt. Dit is natuurlijk wel echt, ja, geweldig. Ik ben echt benieuwd. En ik mag ook niks doorspoelen. Helemaal niks. Ik mag niet vliegen. Ik mag alleen maar om me heen kijken. Ziet er prachtig uit qua omgeving. En hier ook een groot ruimteschip. Wat steekt daar dan uit? Wat is dit? Ah, een hamertje. Is dit van Thor? Is dit een verwijzing naar Thor? Ik heb geen idee. Hier is dus de ingang. Een massief gebouw. Echt geweldig groot. En we hebben een linker en een rechter ingang. En die rechts kunnen wij, geloof ik... Dit ziet eruit als een winkeltje. Dus dat zal waarschijnlijk de uitgang zijn. Dan moeten we hier wel naar de ingang gaan, denk ik. Wat is hier allemaal te vinden? Wat is dit dan weer? Kan ik hier doorheen? Oké, ik ben door de deur. En wat is dit dan? Een bedieningspaneel? Main Operator Console. Wow. Maar wacht even. Moet ik hier wel zijn? Dit is helemaal niet... Wacht, dit hoort helemaal... Dit hoort bij de teaming. Zie je, ik ben weer veel te enthousiast. En ik moet gewoon lekker hier zo kijken. Dit hoort allemaal bij de thematisering. Oké. We gaan verder naar boven. Maar ook gewoon... Kijk, wat een details, joh. Ook zelfs in de muren. Het ziet er nu al fantastisch uit. Ik loop ook op een gemakje. Allemaal lampjes ook. Jeetje, wat een wachtrij. De Observatory. Dat zou hier moeten zijn. Zelfs prullenbakjes helemaal in de stijl ook van dit thema. Hey, ik hoor wat. We have somehow found you and want to share our technique with you. But you are not the only planet with life. Oh! Oké. Een projectie naar boven. You will come to one of the teleportation rooms and you will be taken to a ship teleported far above Earth. There you will get a taste of a new type of vehicle that can jump through. Prachtig dit, zeg. Ik blijf hier naar kijken. Oké, we wish you a pleasure. Oké, we gaan dus hier nog even slalommen. Ik herken deze wachtrij. Dat hebben we ook eens een keer welk park gedaan? Ja, in Liseberg. Dat je de kinderachtbaan, die had ook zo'n systeem, zeg maar, met de wachtrij. Best wel leuk. Oké. Wat hebben we hier? Is dit een voorshow? We gaan op de stippen staan. Want dat moet ook. En dan gaan we netjes wachten natuurlijk. Ik sta hier. Oké, heb geduld. En of dat nou open gaat? Teleportation room? Worden we geteleporteerd? Dat is magisch. Dat klinkt leuk. Ik sta stil. Ik sta gewoon rustig te wachten. Ik denk dat het allemaal vanzelf gaat. Ik mag niks vooruit spoelen. Kijk ook al die rook die eruit komt. Het lampje gaat aan op oranje. Oh. En als je op groen gaat, mag ik waarschijnlijk naar voren. Oh jee. Gaat hij op groen? Hij gaat niet op groen. Wel twee op oranje. Ik loop er gewoon door. Oeh. Oh wauw. Kijk nou. Jeetje, wat knap dit. Momenteel worden we geteleporteerd. Dit is intens. Dit is intens. Oké. Wacht. Teleportation successful. Welcome aboard of the Starship 11. In a few moments the doors will open to let you test our newest model space bike to travel between dimensions. Our space bikes have already marked a route for you to follow. So the only thing you have to do is hop on. Oké, ze zeggen van de space motorbikes staan klaar. Het enige wat je moet doen is gewoon erop springen. En dat zou dan voldoende moeten zijn. Dit was wel echt heel gaaf. Wat een kamer, zeg. Wauw. Dit is wel echt prachtig, zeg. Wauw. Oké. Jeetje, kijk dat station, joh. Dit ziet er zo goed uit. Nu snap ik de 100 uur. Ja. Nu snap ik, zeg maar, al die uren die erin stopt. Ik ben erg benieuwd, want een motorachtbaan, dat is toch best wel een uniek eigenlijk. Nou, daar gaan we dan. Ik zou zeggen, geniet allemaal van de rit. Want dat ga ik ook 100% doen. En laten we de snelheid gokken van 70 km/u, 75. Ik bedoel, het is een motorachtbaan. Zou die de 80 misschien halen? 80, ik gok 80. Oké, let's go. Links of rechts? We gaan naar de launching B. Oh, wauw. De Space Mountain is er niks bij. Oké, geen lancering. Oh, shit. Dit is echt heel vet. Wauw. Oh, oké.
We zagen net een lancering, maar die is nu in één keer weg. Het wordt nou ook gewoon spannend. Oké. Okay. Wow! 85! Dit is mooi. Ik hoor helaas geen muziek. Wauw! Dit is vet. Wat gaaf dit. Heel mooi gedaan. Jeetje jongens. Ongelooflijk. Wat een teaming. En we zien eigenlijk de baan amper. Waardoor je een soort van zweeft door de ruimte. Oh, wat is dit nou weer? Kerst? Oké. Jeetje. Oké. Dit was oprecht heel goed. Ik wil nog een keer. Ik wil nog een keer. Jeetje. Ah, oh, dit was fantastisch. Vooral die lancering met die effecten. Wauw. Waanzinnig. Ja, ik zou best nog wel een ritje willen. Maar als jullie dat willen doen, ga hem dan zeker even downloaden via de Steam Workshop. En dan kan je in ieder geval een ritje weer gaan doen. En dan komen we aan bij de shop. Oh, dit is mooi. Dit is heel mooi. Kijk, met allemaal kleding ook. Mission Space met het logo erop. Wat gaaf. En natuurlijk ook allemaal models. Kijk, allemaal een hele bak vol met die motortjes. Nou, die wil ik zeker als souvenir. Jeetje, en onderuit foto's. Dit is echt wel heel goed. Dit is echt oprecht heel goed gedaan. Nu ga ik toch even spieken. En toch even kijken naar het gebouw. Ja, dat is natuurlijk wel iets minder mooi. Maar als je hier staat, dan is dat natuurlijk wel echt heel gaaf om te zien. Jeetje, wat een omvang. En wat een attractie. Kijk, en daar binnenin is een soort making-of natuurlijk. Allemaal zwarte kamers. Nou, Thorsten. Ik denk dat mijn mening zeker moet kloppen met de rest van de meningen die nu kijken. De mensen die hebben genoten van dit project. Natuurlijk het gouden tonnetje. Gefeliciteerd met jouw welverdiende gouden tonnetje. Het was echt waanzinnig. Ja, ga zeker door met parken maken. Met parken, maar ook gewoon hele attracties. Want het is echt heel erg goed. Vooral die voorshow. Hey Vincent, hallo Mr. Zeno. Hier is mijn derde No Limits project. Het is gethematiseerd naar een van mijn favoriete liedjes genaamd Message from the Stars. De achtbaan heet zelf A-Train, genaamd naar de maker van het liedje. Hier zijn de statistieken. Lengte, hoogte... Maar er staat niks. Waarom hebben we dit niet ingevuld? Waarschijnlijk is het niet vergeten. Jongens, niet lachen. Dit is gewoon de grap misschien. Of het is bewust vergeten gewoon. Bouwtijd 8 uur en de snelheid is niet zo interessant. Veel plezier, groetjes. Nou ja, Mr. Zeno, ik ben benieuwd naar A-Train. We gaan hier omheen lopen. En daar zien wij A-Train. Dit is de ingang, de wachtrij. Ik hoor inderdaad een heel raar muziekje. Klinkt een beetje fancy. Nou ja, we gaan hier langs de lantaarnpaaltjes en moeten we... Ja, we moeten gaan springen. Dit zijn reuze trappen. Niet normaal. Een beetje parcouren, dat kan geen kwaad. Aparte manier om zo naar een station te gaan. En hier... Wow. Oké, wat... Dit is helemaal spacend, joh. Wat cool. Dit past wel een beetje in het thema van Thorsten ook, hè? En dan zien we een filmpje en hier staat de baan klaar. En hoe hard zal deze baan gaan? Gokken wij de 90 km per uur? Wie weet. Ik zie amper wat door dat felle licht. Maar net als bij Operation Enterprise gaan wij waarschijnlijk in één keer in de lancering. Maar gaan wij nog achteruit? Dat is de grote vraag. Haalt hij snelheid van 95 km per uur? Nou, hij hoeft niet meer achteruit, want hij heeft genoeg vaart om dit allemaal te voltooien. En naar het einde te komen van de baan, of in ieder geval het station. Dit gaat lekker. Hoppakee. Gaat lekker. Mooie lamp ook. Gaan wel door de vloer heen. Over het water. En het blijft een beetje laag, waardoor die snelheid erin blijft pompen natuurlijk. Ja, dit is een leuk baantje, absoluut. En dan komen we aan bij het station met dat aparte liedje en die felle lampen weer. Het was wel een beetje een soort disco. Ja, wat ga ik dit project geven? Ik geef deze 4 tonnetjes. Ik vond het thema leuk, muziek was leuk, aankleding was mooi en de baan was gewoon prima.
Ja, dus wat kan ik er verder over zeggen? Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Vond je het nou leuk? Laat vooral een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik even op abonneren en de belletje, want dan mis je geen één video. En tot de volgende keer. Dan gaan we 8 maanden bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En ik hoop je dan weer te zien. Doeg!